Het UMCG gaat waarschijnlijk Duitse patiënten behandelen die besmet zijn met het EHEC-virus. Het ziekenhuis in Bremen heeft ons ziekenhuis gevraagd dit te doen omdat ze zelf verwacht vol te raken. Beide academische ziekenhuizen werken nauw met elkaar samen. Het UMCG onderzoekt momenteel hoeveel patiënten het kan opnemen. De Paddepoelsterbrug wordt de komende jaren vervangen door een nieuwe brug. En ook de Gerrit Krolbrug wordt mogelijk aangepast of vervangen. Er is een gedeelte van het plan van de provincies Groningen en Friesland om de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl bevaarbaar te maken voor grote schepen. Minister Schulz van Hagen van Infrastructuur en Milieu is akkoord gegaan. Er is 1,45 miljoen beschikbaar om het plan te onderzoeken. Het meerschap Paterswolde neemt maatregelen om zwemmersjeuk in de Hoornse Plas te voorkomen. Zo wil men de slakken vangen die gastheer kunnen zijn van een parasiet. De larven van deze parasiet proberen de huid van zwemmers binnen te dringen en dat jeukt. Ook legt men een drijflijn in het water die is ingesmeerd met een lokstof die de parasiet aantrekt. Vorig jaar werd de Hoornse Plas voor het eerst in het bijna 40-jarig bestaan overvallen door het fenomeen zwemmersjeuk. Op 10 en 15 juni zal men de slakken gaan vangen. Met de feestelijke onthulling van dit bord begint een publieksactie die ervoor moet zorgen dat het Noorderplantsoen niet verloedert. Het plantsoen wordt de laatste jaren door steeds meer mensen gebruikt voor barbecues, feestjes, sportwedstrijden en drankfestijnen. Dat veroorzaakte ook steeds meer overlast voor gebruikers en bewoners. Bewoners en gemeenten bedachten deze publieksactie die op een positieve manier voor een gedragsverandering moet zorgen. Naast de borden zijn er inmiddels ook meer afvalbakken geplaatst. Deze worden regelmatiger geleegd en politie en stadswacht lopen wat vaker door het park.